Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag in de aflevering van Vraag op Straat vragen we de mensen wat zij hebben gedaan voor Valentijnsdag. Of ze misschien iets hebben gekregen voor Valentijnsdag. Ja, Valentijn is voor mij niet de beste dag in het jaar. Ik heb gewoon lekker mijn maat meegenomen, daar ga ik lekker mee chillen. Ik heb ooit een roos gekregen van een meisje en ik had hem gegeven. En toen heb ik een verbrand teruggekregen, dus voor mij is het niet helemaal superdag. Maar we gaan er gewoon een hele superdag van maken, dus het komt allemaal goed. We zijn een dagje in Breda op uitstap. We komen een beetje shoppen en we gaan nu iets eten. Ik heb vorig jaar was het denk ik, heb ik rozen voor mijn vriendin gekocht. Iets moois gekregen. Oh, wat hebt u dan gekregen? Een mooi kettinkje. Het is meer de traditie zo wat. En sommige mensen vinden het overroepen, maar wij vinden het gewoon leuk. Ook een leuk excuus om nog eens iets extra te doen eigenlijk. Heel veel. Altijd wel in make-up en dergelijke dingen. En zo. Ja. Hoe heet dat? Een geurtje en dergelijke altijd. Ik ga een cadeautje kopen voor mijn man. En weet je al wat je gaat halen? Ja, ik ga zijn favoriete parfum halen. Ik heb cupcakes gekocht voor mijn man en voor mijn dochter. Speciale Valentijns cupcakes. Kunnen we ze misschien even laten zien? Ja, zeker. Kijk. Ik krijg nog een heleboel dingen voor Valentijnsdag. Van wie? Van mijn vriendin. Dus voor mijn eigen vrouw. Dus niet de vriendin, maar mijn vrouw. Wat we jaarlijks toch sowieso een en ander doen. En dit jaar ben ik van plan om een appel, rood appel en groen appel, daar een hartje uit te halen, te wisselen. Zodat rood groen heeft, groen-rood heeft. En een andere is bedoeld voor watermeloen en ananas in dezelfde vorm, omwisselen. En dan als een cadeautje, met een klein cadeautje erbij, meegeven. Dat is dus weer een aandacht geven. Hè? Dames, we moeten altijd aandacht hebben. Breda Nu. Je weet het meteen.